Twee glazen witte of rode wijn per dag is echt niet slecht voor een mens. Hoeveel flessen neem jij? Drie. Nou mam, eerste kerstdag zitten wij dan in het ziekenhuis. Sterft het af van de pijn, mijn moeder. Dat zal ik ook niet vergeten. Ik vreet me nog één keer vol en dan gaan we eens eventjes rap het nieuwe jaar in met een paar kilootjes eraf. Ik zit heel gezellig bij mijn zoon, hartstikke leuk. Zit ik tenminste niet alleen thuis, omdat zo. Er is ook niks aan. Vind jij het veel te dik, mama, of niet? Nee, ik ben te dik, maar een beetje minder is ook goed. Nou, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. En ja jongens, voor iedereen, voor alle kijkers en mensen die mij volgen, doe ik een heel gezond, gelukkig en vooral muzikaal nieuwjaar. En we hopen voor iedereen dat het echt beter gaat, want het was natuurlijk al met al toch een klote jaar voor iedereen. En elke sector, dus we hopen dat het voor iedereen beter wordt. Nou jongens, ik zou zeggen, ga lekker kijken. Ik weet niet wat ik opgenomen heb voor gekkigheid, maar in ieder geval oud en nieuw. Mijn moeder is hier een paar dagen geweest om te logeren. We hebben nog wat leuke dingen gedaan bij de buren. Het is natuurlijk het kersttuintje en voor de rest ja, is het voor mij natuurlijk ook best een hele rustige tijd. Nou, ik zat gezellig zit ik hier op de boot met Karin. We hebben een paar wijntjes op. We zijn iets te vroeg begonnen. En nou, zoals je ziet heeft mijn lieve vriendin Karin het ook ongelooflijk naar haar zin. Vreselijk. Het is toch vreselijk dit. Er zit bijna geen alcohol in. Oh, dat vind ik zo goor dit. Lekker. Echt. Volgende. Het is geen zware wijn meer, Karin. Nee, het is een... Oh, wat een boek, hè. Een hele bos bloemen. Elke dag 1 of 2 glazen rode wijn is heel goed voor een mens, weet je dat? Dat is absoluut dus geen bullshit. Drink nou maar door, slik eens door. Net zoals thuis. Oeh, wat kan dat? Nou, echt vies, nee toch? Je moet hem even lucht geven, gorgelen. En weg. Oh. Twee glazen witte of rode wijn per dag is echt niet slecht voor een mens. Hoeveel flessen neem jij? Drie. Oh, geen woord van gelogen. Wat voor grote glazen. Ze zijn eigenlijk iets te klein allemaal. Als je spuug zegt, want ik wil het niet zien. Ik vind het zo'n walgelijk gezicht. Een vrouw die spuugt in een spuugbak. Ik word niet bien. Echt niet. Het is heel licht en heel lekker. Ik vind het echt heel lekker. Dan kan je wel sparen. En niet lekker. Maakt niet uit. Het is enig. Vandaag ochtend. Oh, de presidentsverkiezingen. Of wie zou jij stemmen? Ik. Ja, niet op Trump, denk ik. Nee. Op Biden? Nee. Wie neem je dan? Mezelf. Ja, mijn vrouw moet er even meenemen, dacht ik, dat ze is gevallen helaas. En ze heeft over blauwe plekken, ze heeft heel veel pijn. Dus ik neem er even een dagje mee. En ik heb een lievelingsbloem voor haar meegenomen, amaryllis. Hallo. Maar ja, is er niets anders tegen de pijn, joh? Ik ga weer bloemen mee. Ja, ik denk... Is het leuk? Vind je het mooi, amaryllis, hè? Ja, witte vind ik mooi, hoor. Hè? Ik vind witte mooi. Zet hem even achter, hè. Ik neem die even voor Rian mee. Oh, wat lief. Ja. Ja, dat is heel lief. Zal ik anders ook een paar amaryllis voor Rian meenemen? Maar dit zijn witte, geloof ik. Die vind je mooi. Ja, ik vind witte mooi, ja. Ja, man, maar je krijgt het, hè? Ja. Heb je deze gekregen? Nee, je hebt gekocht voor je, omdat je ze zo mooi vond. Zet deze in de vaas, man. Moet je morgen maar kijken wie, of je het zelf houdt of niet. Ja. Nou, daar gaan we. Mamslot. De bloemen moet even mee. Moet je nog pijnstillers mee hebben? Nou, ik heb paracetamol mee. Ja, maar paracetamol helpt niet, man. Nee, ik ook niet. Nou, mam. Eerste kerstdag zitten wij dan in het ziekenhuis. Sterft het af van de pijn, mijn moeder. Dat zal ik ook niet vergeten. En dit vergeten we niet meer. We hadden ons het een beetje anders voorgesteld. Maar sommige dingen lopen in het leven nou een beetje anders. Dus we hopen dat iemand mijn moeder een beetje van de pijn af kan helpen. Want dit gaat niet goed. Ach, 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 ach. Maar dan moet je hier nog blijven ook. Maar goed, het is misschien beter. Want we willen ook niet dat je longontsteking oploopt. Dus
wat dat betreft. En ze zijn allemaal hartstikke aardig hier, dus dat is ook al fijn meegenomen. En dat we nog zo snel terecht konden, ook dat is prettig. Nou, ik zit hier gezellig eventjes met mijn broer en mijn moeder en mijn schoonzusje. Emma, Willem en moeders. En moeders die hebben nog wel heel veel pijn, maar het gaat even beter, man. Ja, een beetje. En we zitten heerlijk aan een toetje en dat heet hang op. Dat bedoelde we natuurlijk niet lekker, letterlijk, want anders zouden we straks allemaal aan de hoogste boom hangen hier in Schagen. Dat doen we niet. Het is yoghurt, wat doe je in een theedoek? Dat loopt eruit, dan krijg je mooie dikke yoghurt. Er zit verse vruchten bij en zoetstof van zelfgeplukte vruchten van mijn schoonzusje Emma. Hey, zijn we wakker of zijn we niet wakker? Is het lekker, man? Ja. Willem? Het is verrukkelijk. Ik vind het altijd lekker. Nou, dan is het goed. Geertje gaat beginnen. Nou, ik ben thuis in mijn eigen gezellige huisje hier in Aalsmeer. En dan komen ze een paar vrienden bij mij wat drinken. Het is inmiddels derde kerstdag. Mijn moeder is inmiddels weer thuis. Ze hebben wel heel erg veel pijn. Heel na, maar gelukkig zijn allemaal lieve mensen omheen en we zorgen goed voor haar. En ondanks de regen maken we er toch weer wat van. Het ziet er toch hartstikke leuk uit. Nou jongens, het is oudjaarsmiddag. Ik vreet me nog één keer vol. En dan gaan we eens eventjes rap het nieuwe jaar in met een paar kilootjes eraf. Ik doe het nog één keer. Wel gezellig. Ik zit heel gezellig bij mijn zoon, hartstikke leuk. Zit ik tenminste niet alleen thuis, omdat er ook niks aan is. Nee, er is geen moer aan. Dus wij wensen iedereen vast een ongelooflijk fijn uiteinde en een heel goed begin. Een heel gelukkig, gezond nieuwjaar. En gelukkig gaat het weer ietsje beter met mijn moeder. Ze heeft nog wel veel pijn, maar bij wat het geweest is, is het gelukkig een stuk beter. Dus ook iedereen hartelijk dank voor alle ongelooflijke lieve berichtjes en kaarten. En wij wensen iedereen het allerbeste in het nieuwe jaar. Proost, Jannie. Oké, proost. Gezondheid. Ja, het is oudejaarsavond en we zitten de Maastinger te kijken, we zitten de NPO 3 te kijken. Vind je het leuk, mam? Ja, leuk. Goed zo. Blijf maar even voorzichtig staan, Jannie. Ja, ik vind het heerlijk, dat vuurwerk. Ja, hoe vaak heb ik niet afgestoken vroeger? Wil je hier even kijken, anders man? Ja, ik zie niks. Nee. Kom vanzelf wel, die klap zijn zo hard. Oh, daar gaat er weer eentje. Dat zijn klappen, hoor. Jullie doen dat. Ja, dat maakt er niet uit. Jullie doen het, let op. Ja, dat leuk toch. Kijk hier nog maar uit voor je borstbeen. Ik weet niet wat het is. Ga je de deur naar buiten? Kijk maar naar buiten. Je moet je oog kwijt, hè? Nee. Nou, Roos. Lekker nieuwjaarsdag. Die boom die viel net zo erg uit, bijna als mijn haar. Dus we moesten wel, Roos. Ja, misschien alles. Houden we er bezig. Alles eruit gesodemieterd. Ja, geeft niks. Ik vind die erg van. Het is goed voor de beleving, toch? Wat een gillen. Nee. Maar wat een naald. Die vind je volgend jaar kerst nog, hoor. Moeten we geen nieuwe boom te kopen. Vreselijk, wat een dag ook weer dit. He? Echt, ik ben er zo klaar mee met al die troep. Ja, nou, wat gek is dat je er dan ook weer klaar mee bent, hoe leuk het ook is. Ja, deze gaan ook weg. Gierend. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Roos? Het is zonder deze is heel moezerend. Er zit een klein prikkel in. Tinteling, proef je? Oh, ik zag gewoon. Volgende. Maar vind je mij nu te dik dan? Nee toch? Ik zeg niks meer. Vind je mij te veel te dik, mama, of niet? Nee. Nee. Maar goed, jullie kunnen mij allemaal volgen en mijn liedjes allemaal volgen via Spotify. Maar je kunt me ook volgen via TikTok. En natuurlijk Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter. En ik kan alleen maar zeggen, jongens, mocht je nog denken, ik weet nog iemand die wil vast, wat zal ik zeggen, abonneer worden of lid worden van mijn YouTube-kanaal. Het kan allemaal. Geertje zou het leuk vinden. En ik wens jullie een ongelooflijk leuke week. Geniet ervan. En ja, zorg er ook voor dat je een beetje lief bent voor iedereen. Maar het is toch een gekke tijd. Groetjes van Geer en tot snel. Bye bye.